Ja, lieve vrienden, het is vandaag een vrijdag, 24 mei en we leven om 11.42 uur en ik ben al enige tijd eruit, want Rebecca die is al geweest en die is bezig om weg te gaan. Ze zal wel ergens op het parkeerterrein staan. Ik heb haar nog niet weg zien rijden, maar ja, hoeft ook niet altijd en ik moet zo meteen weer naar fysiotherapie. Ja, dat... Nou, ik neem enkel deze camera mee, want ik ben er nog niet aan toegekomen om het gisteren allemaal leeg te halen. Dus ja, maakt ook niet uit. Ik wens jullie wel in ieder geval een heel, heel hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog weer van ons, Corina en de Beestenboel uiteraard. En geniet van alles met wat jullie doen gaan. En nou ja, daar gaat ze. Dag, gaat er ook iets? Zien jullie hem gaan? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik weet niet of ik wat tegenkom. Want ik ben nou helemaal gek op dieren, zwanen, ja, alles wat, ja, dat vind ik mooi. En ik denk jullie ook wel. En ik kan ook niet wegblijven, want er wordt ook nog een pakketje bezorgd. Ja, en ik weet niet of die toevallig komt wanneer ik weg ben. En dan hoop ik dat hij bij de buren komt. En anders, ja, dan kan ik hem pas morgen ophalen bij de eerste, de beste kantoor waar ze het afleveren. Dus ja, dat weet ik ook niet. Ik hoop dan bij Bruna, want dat is hier het postkantoortje gelijk. Maar oké, lieve vrienden, geniet van het prachtige mooie weer. Want het is weer stralend weer. Ja, 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 dat hebben we weer mooi binnen. En geniet ervan. Dat ga ik ook doen, ja. Ik ben nog even met mijn spelletje bezig. Ik heb nog koffie staan. Dus ja, het komt allemaal goed. En dan gaan we straks de hort op. Ja, 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 ja. GoPro laat ik thuis, want die is dus ook nog vol. En die heb ik ook niet aan de lade nog gehad. En die is nog, ja, moet ik nog leeg halen. Deze moet ook nog leeg. Ja. Dus het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot later. Nou, lieve vrienden, ik heb hem al binnen. Kijk. Daar, hier kan... de camera op. Hieronder kan zo'n tripod eronder, of een statief, het is maar hoe je het noemen wil. Hier kan de lamp op. Nou, hier is ook nog de wacht op mijn lamp en mijn tripod. En die bekrijg ik... begin juni hopelijk binnen. Ik heb het al uitgeprobeerd op de oude tripod die nou een beetje kapot is, die ik in mijn handen heb. En ja, ik ben er blij mee. Zeker, en hij is nog zwaar ook, ja. Dus, helemaal top. Zo, deze heet een schouderpot, weet ik veel. Schouderpot, ja, nou, het zal, ik ken geen Engels.nl. Hé? Ja, hè? Ja, pushy, ja. Vrouwtje moet zo weg, ja. Ik ga mijn koffie opdrinken en dan ga ik aan de haal. Ja, ja, ik moet mijn telefoon nog aan de lader doen. Ook dat nog. Maar ja, komt goed. Ik sta op 85%, dus... Dat lieve vrienden, ik zou zeggen, tot straks. En dan moet ik hem wel even uitdoen. Ook dat nog, daar. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. We zijn weer thuis bij fysiotherapie geweest. En een nieuwe blouse gekocht. Ik had gisteren ook al een nieuwe legging. Deze bloemetjesgeval. Daar die blouse erbij op. Ben ik weer keurig netjes. En nou, bij de fysiotherapie. Ik zat op de home trainer en ik ben lekker bezig aan het fietsen en aan het fietsen. Zat ik op een gegeven moment dus op een schietstoel, hè? En niet de lucht in, nee, ik ging naar beneden. Ik schrok me eigenlijk wezenloos, ik trilde helemaal. Dat hij nakeken en toen werd er al gezegd, ja, de borgpen die zat niet goed. Dus ja, maar je kunt een gekker smakkerd maken op die manier. Kanon, ik ben me eigenlijk wezenloos geschrokken. Maar oké, het is goed gekomen allemaal en ik heb mijn best gedaan. En
vrijdag weer, hè, een dag naar Hemelvaart. Dus ja, dat komt allemaal goed. En dan moet ik er om 12:30 ook weer zijn. En ik heb nou de scootmobiel eindelijk aan de lader. Ik heb 49,5 kilometer ermee gereden voordat hij weer aan de lader is gekomen. Dus ik hoop dat Jiggelt straks nog verder wil. Want 49,5 dat vind ik nog een beetje te weinig. Ja, ik bedoel, die accu's zijn goed gezet en het is allemaal goed gekeurd. En ik heb zware accu's en anders moet ik maar andere accu's erin hebben, hoor. Ik bedoel, ik moet verder weg kunnen komen. Er is mij gezegd dat ik 70 kilometer weg kan komen. Ja, moela. Niet dus. 49,5. Dat is geen 70. Nee toch? Nee. Maar oké, okay, ik ga nou op zoek naar de avondvierdaagse. Want ik was er net bij iemand aan de deur, maar er was niemand thuis. Dus ik ga even verder uitspitten. Hoe en wat. Wat ik kan doen. Want het moet betaald worden. Ik moet 5,5 euro betalen. Want ja, je medaille, die krijg je. Die moet je wel betalen. Die betaalt ieder voor zich. Nou, en ik vind dat gewoon leuk om daar aan mee te doen. Ik rij met de booster 10 kilometer. Dus het komt allemaal goed. Ja. Dus ik ga als ik... Ja, ik laat hem voor de avondvierdaagse gewoon wel iedere dag op, hoor. Dat doe ik wel, want je weet me nooit wat je tegenkomt. Dus, maar oké, okay, komt allemaal goed. De avondvierdaagse is, even zien, zal ik jullie even mededelen. 3, 4, 5 en 6 juni. Ja. Dus dan weten jullie dat even. En ja, natuurlijk wordt er dan ook gevlogd. Zeker. Ik neem ook deze gewoon mee. Wie weet, is altijd leuk, hè. Gewoon met een groep als ze willen. Dan zeg ik gewoon, jullie komen wel op YouTube, hoor. Prima. Ja, toch? Leuk, gezellig. Moet kunnen. Maar oké, okay, lieve vrienden. Geniet van alles met wat jullie doen. En komt allemaal goed. Geniet van het mooie weer. Ga ik ook doen. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Nou, daar legt ons meisje. Het is wel donker, maar ach, kan de pret niet drukken. Ons prinsesje Eowyn. Ja, en binnenkort heb ik een hele nieuwe lamp en alles erbij. Dus het komt allemaal wel goed. Dus nou nog eventjes zo doen. Zo lief, zo aandoenlijk. Frodo is buiten bezig. En daar zit meneertje Gandalf. Ja, en de boel is een beetje nat nog, want ik heb de planten buiten water gegeven allemaal. Ook hier op tafel heb ik ze water gegeven. Dus ja, allemaal goed. Ook de bessenstruik heeft water gehad. Dus allemaal goed, 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 goed. En ja, ik zit op televisie te kijken zoals jullie zien. En hoop dat ja, zo licht zat, hè. Ja, dacht ik ook. Ja, dan zien we wel wat we de avond verder brengt. Ik moet zo meteen naar Facebook. Ik heb vandaag ook aan het renderen geweest en naar YouTube gebracht, et cetera. Even de deur open doen, want dan moet er eentje binnen. Die andere wil nog niet. Nee. Wil je wel of wil je niet? Dan Davrie. Blijft gewoon zitten. Nou ja, dan blijft hij maar zitten, toch? Ja. Hallo, meneertje Frodo. Hallo, meneertje Frodo. Hé, man. Wat, Dickie. Goed zo. Zo. Kijk, hij legt het er weer uit. Kanonnen. Oh, 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 oh. Het wil ook niet, hè. Ik moet er iedere keer erom denken dat ik langs rij. Ja, hij moet andersom. Zo. Ja, ik moet erom denken dat ik er fatsoenlijk langs rij. En er niet overheen rij. Maar oké. Okay. We doen gewoon een beetje voorzichtig. En morgen ga ik mijn haar weer doen en mijn eigen poedelen en doen, et cetera. En dan wordt het weer fatsoenlijk paars. Want zondag wil ik wel netjes eruit zien van mijn broertje. Ja, 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 ja. Maar dat komt goed.
ga nu ook nog lekker een bakje koffie maken. En wat lekkers erbij, koekje. Even de televisie genieten. En Facebook toe. Ik heb een leuk plaatje gemaakt voor ze. Dus komt ook allemaal goed. En ja, dan komt iedere dag een filmpje online van mij, zoals jullie nou al hebben gemerkt. Maar ja, dat komt, ik ken nou zo veel filmen, omdat je gaat weg. Ik ken ook wel eens een keertje een dag niet renderen, want er komt toch wel genoeg online en ik ben lekker wazig. Ah. Ja. Zo, waren we er weer. Ja toch? Maar in ieder geval, het komt allemaal goed en ja, ik heb vandaag een paar aan het renderen geweest. Hoef ik morgen misschien niet te renderen als ik geen zin heb, dus het komt allemaal goed. Oké, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie avond. En ik voor later natuurlijk lekker slapen en mooie dromen. Morgen natuurlijk ook weer gezond uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zeg tot dan!